Wat vinden jullie ervan? Wauw, Skipper. Dat ziet er fantastisch uit. Ik weet zeker dat ieder dier dat hier terechtkomt zich gelijk thuis zal voelen. Daar ga ik voor. Nu moet ik alleen nog die zorgpakketten samenstellen voor de eerste paar dierenklanten. Wij helpen je wel. Als we het samen doen, is het sneller klaar. Hier liggen een paar samengestelde zorgpakketten. De basis is er.
honden, katten en konijnen. We hebben zelfs wat leguaanpakketten. Leguanen? Cool! Echt wel? Jij bent op alles voorbereid. Bedankt jullie twee. Ik ben echt blij dat jullie me hebben geholpen. Blij dat we konden helpen. Je bent een echte professionele dierenverzorgster. Stacy zou trots zijn. Ik kan niet wachten tot ze deze plek ziet als ze terugkomt van haar reis. Dan zal dit centrum gevuld zijn met allerlei soorten dieren. Ik heb zelfs een plek voor spinnen. Spinnen? Daar heb je het nooit over gehad. Ik moet gaan, denk ik. Barbie, ik weet dat je niet van spinnen houdt. Het was een grapje. Kom terug. Hey Skipper, hoe gaat het met het dierenverzorgingscentrum? Geweldig. Ik ben jullie nog steeds zo dankbaar voor jullie hulp. Maar ik wil nog één keer jullie hulp vragen. Wat zeg je nou? Wat? Wilde dieren? Draai niet zo om de hete brei heen. Er loopt een wild dier rond dat een puinhoop maakt van het centrum. En in mijn kantoor. Al mijn schoonmaakwerk was voor niets. Het minste wat jullie kunnen doen is de boel schoonmaken. Oh, we hebben echt geen idee hoe dit gebeurd is, maar we laten je niet zitten. Natuurlijk ruimen we alles op. Hmm.
Oké. Alle troep in het centrum is weer opgeruimd. Wat voor dier kan in zo'n korte tijd nou zoveel schade aanrichten? Een hele hongerige? Dat moet wel. Laten we naar het kantoor gaan. Letty zei dat het daar ook een bende was. Ik zie graag alles op zijn plek liggen, maar al dit opruimen was wel erg veel. Ik wil nooit meer zoveel tegelijk doen. Daar ben ik het mee eens. Maar het goede nieuws is dat we Skipper kunnen vertellen dat we klaar zijn. Kom op. Was jullie schoonmaakavontuur? Wat vertelt onze geur je? Het was heftig. Maar we zijn klaar. Hopelijk waardeert Letty het. We weten tenslotte niet eens wat al die rommel gemaakt heeft. Nu je het over Letty hebt. Die kwam een tijdje geleden langs op zoek naar jullie. Ze denkt te weten wat al die rommel veroorzaakt heeft. Ik wil zeker weten op wie ik boos moet zijn. Laten we met haar gaan praten. Thank you.
Ik zocht jullie twee al. Dat heeft Skipper ons verteld. Heb je al ontdekt welk beest heeft huisgehouden? Dat denk ik wel, ja. Niet in paniek raken, maar ik ben er vrij zeker van dat het een beer was. Een echte beer? Wat voor beer zou het anders zijn? Ja, een echte. Laddy, er zijn veel beren in deze bergen. Die wonen hier. Maar het is slecht voor ze om in de buurt van mensen en hun voedsel te zijn. We moeten een parkwachter zoeken. Ik ben een parkwachter. Of, nou ja, dat was ik. Vertrouw mij maar. Ik weet precies wat ik moet doen. We moeten hem het complex uitlokken. Daar hebben we wat stokken voor nodig, wat dozen. Er liggen wat dozen in de opslagruimte. Mooi. Als laatste heb ik biologische honing nodig. Daar heb ik wat van in het kantoor. Aan de slag. We hebben geen tijd te verliezen. Thank you.
Oh! Alles is klaar. Goed gedaan. Dit gaat lukken. Reken maar op mij. Wacht, hoorde je dat? Heeft het al gewerkt? Ik denk dat we iets gevangen hebben. Thank you.
Moira? Wat is er gebeurd? Ik was lekker bezig met foto's maken, mijn eigen dingen aan het doen. En toen zag ik jullie Bouwsel. Een goede onderzoeksjournalist moet dingen nader bekijken. Dus dat deed ik. En nu zit ik vast. Nou, je bent weer vrij. Vrij om ergens anders onderzoek te gaan doen. Maar probeer plekken te vermijden waar honing is. Bedankt dat jullie me uit deze kleverige bende hebben bevrijd. Ik vraag me wel af wie die troep heeft gemaakt. Barbie, Barbie, er zit een wilde hond in de werkplaats. Hij eet alles op en maakt er een bende van. Dat was het dus, een hond die verdwaald is. Het was helemaal geen beer. Een beer? Wat heb ik gemist? Oh. Woohoo!
Toen ik hem wat lekker gezond voorgaf, liet onze puppy me zijn penning bekijken en kon ik zijn eigenaar bellen. Die is onderweg en ons erg dankbaar dat we hem hebben gevonden. Zullen we een dienst beginnen die mensen herenigt met verloren huisdieren? Dan noemen we het Skippers Dierenreddings- en Herenigingsdienst. Dat zou een mooie manier zijn om de dienst uit te breiden. Daarmee bewijs je de gemeenschap een grote dienst. Tof idee, Skip! Hoi, Theresa. Wat? Oh, hallo daar. Ik had jullie niet gezien. Je lijkt wat afgeleid. Is alles in orde? Ja hoor, ik ben gewoon diep aan het nadenken over hoe ik het Techlab het beste onder de aandacht kan brengen. En ik denk dat ik eindelijk iets weet. Wat als we een VR-toernooi houden? Yes, yes, yes! Dat is een knettergoed idee. Mooi dat ik meedoe. Hoe kunnen we je helpen? We moeten bedenken welke prijzen er te winnen zijn. En natuurlijk moeten we mensen vinden die met het toernooi mee willen doen. Dat regelen we wel. Wie zou er denk je kunnen helpen met de prijzen voor het VR-toernooi? Laddie misschien? Ze is niet zo technisch, maar ze heeft het hart op de goede plaats. Dat is waar. Laten we het haar vragen. Thank you.
Dag meiden, waar zijn jullie nu mee bezig? Hi, we zijn bezig met een VR-toernooi om het techlab te openen. Maar we hebben iemand nodig die we kunnen vertrouwen om de prijzen te regelen. En aangezien we jou vertrouwen, kun je ons helpen? Niet als jullie willen dat ik binnenkort het amfitheater open. Ik ben bang dat jullie er in dit geval alleen voor staan, want ik moet me focussen op waar ik nu mee bezig ben. Dit is lastig. Ik rekende er echt op dat Larry ons kon helpen. Wie kunnen we nog meer vragen? Laten we teruggaan. Misschien heeft Theresa nog ideeën. Hoe ging het? Kan Laddie helpen met de prijzen? Helaas niet. Nee, toch? We hebben echt iemand nodig die de prijzen regelt. Nou, ik heb misschien een idee. Zou jij het kunnen doen? Ik bedoel, wie weet er beter dan jij wat we nodig hebben om dit evenement een succes te maken? Oké, dat kan ik wel doen. De rest is tegen die tijd toch al klaar, dus waarom niet? Super, nu moeten we alleen nog wat deelnemers vinden. Zodra Ken's surfles voorbij is, wil hij ons vast wel helpen. Ja, laten we naar het strand gaan en het vragen. Hoi Ken, ik zie dat je lekker ontspannen bent, maar wat dacht je van iets spannends? We hebben deelnemers nodig voor Theresa's VR-toernooi. Ik doe mee. Mag ik een date meebrengen? Oh, een date? Date? Niet zo'n date. Je zusje, Chelsea. Je ouders vroegen of ik op haar kon passen. Hoe meer, hoe beter. Natuurlijk mag je haar meenemen. En ze mag ook meedoen. Dat ging soepel. Ken en Chelsea, dat zijn al twee deelnemers. Renee doet vast ook wel mee. Die is dol op actie. Zelfs virtuele actie. Laten we haar gaan zoeken op het kampeerterrein. Thank you.
Hoi, René. Wat dacht je ervan om mee te doen aan een VR-toernooi? Je had me al bij meedoen. Ga maar voor. René is dol op wedstrijden. Ik ben blij dat ze aan het toernooi mee wil doen. We hebben al wat fantastische spelers. Dat is waar, maar er kunnen nog meer bij. Wie kunnen we verder nog vragen? Skipper is de aangewezen persoon, maar die is te druk met de puppy's. Laten we Nikki vragen. Die is altijd in voor nieuwe dingen. Hoi meiden, is de rest van Malibu Waves al klaar? Bijna. Theresa heeft de oude speelhal omgetoverd in een techlab. En ze houdt er een VR-toernooi. We hopen dat je mee zou willen doen. Absoluut. Ik heb niet superveel ervaring met VR, maar ik zou er graag beter in worden. Ik doe mee. We hebben 4 spelers. Dat moet genoeg zijn voor een begin. Zodra meer mensen erover horen, durf ik te wedden dat er meer mensen komen om mee te doen. Laten we Theresa vertellen dat we klaar zijn om te beginnen.